Hallo, Revli hier. En superleuk dat je weer even bij een video van mij komt kijken. Kijk eens wat een mooie pleurensooi ik er weer van gemaakt heb. Dat is gewoon als je druk bezig bent. En dan heb je natuurlijk helemaal geen tijd om tussendoor op te ruimen. Ik heb gewoon een heel goed excuus. Kijk, ik maak heel veel. Dus ik maak ook heel veel rommel. Maar wat ben ik blij dat mijn stem het weer doet. Jullie hebben een weekje langer op een video moeten wachten. Maar ik heb nu zo'n leuke video voor je, al zeg ik het zelf. En ik krijg dus best heel vaak de vraag, hoe kom jij nou aan inspiratie? En dat is een hele goede vraag, natuurlijk. Maar dat ga ik je laten zien, want ik heb een superleuke manier om van jouw blanke pagina-angst af te komen. En dat ga ik je in deze video laten zien. En ik zal even die art van mijn pagina zo meteen erbij pakken. Maar het gaat erom dat ik wandel heel graag. Als je me een beetje volgt, weet je het wel? Ik wandel heel graag. Ik kom elke dag buiten. Het liefst een uurtje. Podcast op, voep en gaan. Maar ik maak ook heel veel foto's. Echt heel veel, overdreven veel foto's als ik aan het wandelen ben. Want alles inspireert me. Kleuren, texturen, de natuur, geuren zelfs, alles. En in deze YouTube-video ga ik je laten zien hoe ik van een foto, eigenlijk van gewoon stenen waarvan je zou zeggen, daarvan raakte ik geïnspireerd om een art journal pagina te maken. En als het goed is, edit ik nu. Editing Revli, doe even die foto hier erin. Ja? En daar heb ik dan deze pagina mee gemaakt. Geen idee of dit gaat lukken. Ik doe ook maar wat. Maar dit is natuurlijk super leuk. Dus vanaf nu, als jij naar buiten gaat, altijd je camera mee. Trouwens, iedereen heeft gewoon een telefoon op zak, dus je kan overal foto's maken. En je hebt voor altijd inspiratie voor elke art journal pagina die je gaat maken. Dus nog even een blik op mijn teringzooi. Want ja, vinden jullie ook fijn om te zien. En jullie willen ook allemaal weten, wat zit er in die kast? Wat zit er in die kast? Dat komt in een volgend videootje. I promise, dat zeg ik al jaren. Er komt echt een keer een studio tour videootje. Laat trouwens even weten in de comments. Wat zou je nou leuk vinden van studio tour? Waar ben je dan benieuwd naar? Je wil gewoon weten wat er allemaal in die laadjes zit, denk ik. Je bent gewoon nieuwsgierig. Ja, je wil gewoon weten. Hij is goed. Gaan we doen. Laat het sowieso even weten in de comments. En dan ga ik je nu het videootje presenteren. Veel plezier ermee. Toedeledokie. Nou zeg ik doodleuk. Ik laat je de pagina zo meteen zien. En vervolgens vergeet ik het. Maar dit is hem. Hij is echt leuk. Hij is echt heel leuk. Als je de foto ziet, dan denk je helemaal, wauw, haal je dat uit die foto? Ja, dat haal ik uit die foto. Ga je nu zien. Doei. We beginnen met een gewone A4 pagina. Maar wil jij in je art journal werken, doe dat dan lekker. Pak een stencil. Ik heb gekozen voor een vlinder. Ik leg daar een gedeeltelijk stukje keukenrol overheen, want ik wil niet dat mijn hele vel onder de spray inkt komt. Dan spuit je een beetje van die spray inkt over het stencil. Je haalt je papiertje en je stencil weg en tata, daar is het vlindertje. Als je niet van die spray inkt hebt, dan kan je natuurlijk ook gewoon even deppen met waterverf of acrylverf. Probeer het daar even mee. Ik probeer nu met een kwastje de randen die ik wat te scherp vind, nog even een beetje te vervagen. Dus dat kwastje heb ik een beetje in water gedoopt. Ik spuit toch nog een heel klein beetje spray inkt en ik vervaag de wat scherpere randjes. Oké, helaas wilde mijn waterflesje niet helemaal meewerken, maar nu wel. Kijk, klein beetje die rand van dat keukenrolletje vond ik toch een beetje te strak. Dus ben ik dat even gaan vervagen. En zoals je in de thumbnail al hebt kunnen zien, gaat deze video over hoe ga je nou een art journal pagina maken geïnspireerd door een foto. Nou, op basis van die foto heb ik een schets gemaakt. Die laat ik nu even zien. Ik maak ook een blogpost, dus dan laat ik je ook zien, beter nog stap voor stap, hoe ik van de foto een schets gemaakt heb. Maar nu gaan we natuurlijk een klein beetje schetsen. Ik vond van de foto zo leuk het patroon van, ja, een soort mat was het met stenen. Dus dat ga ik nu proberen na te tekenen. Het hoeft natuurlijk helemaal niet te kloppen. Het gaat erom dat je geïnspireerd bent. En dat je op basis van je inspiratie iets gaat maken. En nu probeer ik een heel klein beetje die zesachtige hoeken na te maken die ik gezien had op de foto. En dat was zeg maar die mat.
Met die stenen eromheen en je zag wat gele bloemetjes. Dus ik kan geïnspireerd raken door een patroon. Ik kan geïnspireerd raken door de kleurencombinatie door de textuur. En zo kan je dus heel goed, als je lekker buiten in de natuur gewandeld hebt en je hebt foto's gemaakt, die gebruiken om je art journal pagina te maken. En dat ga ik je nu dus laten zien. Dus ik heb nu een heel klein beetje geschetst hoe ik vond, oh, er valt gewoon een napje uit. Hier is mijn doos nog wat minder veel gebruikt als nu. Want dit is al een iets ouder videootje. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het resultaat is nog steeds fantastisch, als je het mij vraagt. Maar ga dus naar buiten, maak eens foto's en ga eens kijken hoe dat uiteindelijk zich resulteert in een art journal pagina. En zoals je ziet bij mij nu, ik ben een beetje de grijze waterverf aan het mengen. Dat doe ik gewoon met zwart. En ik prot dat gewoon even in mijn witte napje. Een echte waterverver zou hiervan waarschijnlijk een rolberoerte krijgen. Maar ik doe dat gewoon op deze manier. Want ik had toch twee van die witte napjes. Dus ik dacht, waarom ook niet? En de grap was, ik gebruik eigenlijk bijna nooit grijs. Maar juist grijs in combinatie met al die mooie kleuren geeft echt een geweldig effect. Kijk maar zo meteen aan het eind hoe de pagina geworden is. Dat je nu denkt, hé, wat gaat dit worden? En aan het eind denk je, jemig, dat is vet. Dus je zet eerst met potlood de vorm zeg maar op. In dit geval een beetje, wat is het, een zeshoek? Hoe heet zo'n ding? Ik weet niet hoe dat heet. Je snapt wat ik bedoel, wat ik getekend heb. En daarna kleur ik het dus heel licht met lichtgrijze waterverf in. En dat lichte grijs heb ik dus gemaakt door een beetje zwart toe te voegen aan mijn witte napje. En ik wil kijken wat gebeurt er als ik groene waterverf ga mengen met dit grijze. Ik ga gewoon een beetje experimenteren en proberen. En waarom ook niet? Ik denk in het midden van elk vakje ga ik gewoon een beetje groen toevoegen. Dit is absoluut mijn allerfavorietste kleur groen. Eigenlijk is het een beetje turquoise. Ik zeg groen, het is meer turquoise blauw. Want ik wil dat er natuurlijk een heel mooi contrast komt tussen dat grijs en dat turquoise. En daarna, wat altijd favoriet is, is laat het even druppelen. Je ziet, ik hou mijn pagina even rechtop. Ik tik er tegen met mijn hand en de druppels lopen naar beneden. En dit hoeft niet netjes, hè mensen. Het hoeven geen kloppende druppels te zijn. Het hoeven niet twee streepjes te zijn. Het mag gewoon zoals het loopt. Ondertussen heb ik dit even goed laten opdrogen. Want je weet, vaak gebeurt het dat het misgaat als je papier nog een beetje nat is en je gaat verder. Nou, dit heb ik niet helemaal opgenomen. Je ziet links al wat dingetjes liggen die ik ga gebruiken voor deze art journal pagina. En dat zijn stofjes. Volg je mij al langer, dan weet je dat ik het heerlijk vind om allerlei materialen toe te voegen aan mijn art journal en aan mijn art journal pagina's. En deze stofjes die heb ik in rondjes geknipt. En daarmee beeld ik dus eigenlijk de bloemen uit die mij geïnspireerd hebben op de foto. De foto die ik in mijn blogpost nog laat zien. En die zie je aan het einde van deze YouTube video. Laat ik hem natuurlijk ook nog eventjes zien. En dit zijn van die wood veneer dingetjes, van die blaadjes. Kan je volgens mij ook gewoon bij de Action kopen. En ik heb natuurlijk ook knoopjes. En daarmee ga ik de stoffen, bloemetjes, hè, ik kon bijna niet op het woord komen, ga ik aan elkaar naaien. En dat doe ik ook gewoon met de hand. Zo maak ik eigenlijk het liefst mijn eigen embellishments. Ik vind dat gewoon heerlijk om te doen. Het is rustgevend. En als je een beetje vooruit wil werken, stel nou je zit lekker op de bank tv te kijken en je hebt een bakje met van die ronde stofjes en knoopjes, dan ga je die gewoon heerlijk met borduurgaren aan elkaar zitten maken. Daar hoef je natuurlijk niet speciaal voor aan je, kijk hier doe ik het even voor, hup, met het naaldje, patsboom. En daarmee heb ik die dingetjes gemaakt. Oh, ik ga het toch nog even laten zien. Zo doe ik dat. Maar dit kan je dus gewoon op de bank ook doen, terwijl je tv zit te kijken. Dus dan kan je voorwerken. Of je kan zeg maar de dingen die je in je art journal wil gebruiken, maar je hebt even geen tijd om in je studio te zitten als je een eigen kamertje hebt, of als de eettafel nog vol staat met spullen, dus je kan er nog niet bij. Dit zijn van die klusjes, die kan je altijd doen. Ik zal dit zometeen wel even vast voorwoorden hoor. Maar ik wilde je even laten zien hoe ik nou zo'n bloemetje aan elkaar maak. Heel simpel met gewoon een rijgsteekje. Ik weet niet hoe die steekjes heten. Er zijn allemaal officiële namen voor volgens mij. Dus ik zal dat nu alweer verkeerd zeggen. Fijn als je dat even in de comments laat weten. Als je maar een beetje lief blijft natuurlijk. Maar zo maak ik dus deze stoffen bloemetjes, embellishments,
om mijn pagina op te leuken. Dus ik ga langs het rondje met mijn garen. En zo maak ik de stoffen rondjes aan elkaar vast. En op het laatst zet ik natuurlijk ook zo het knoopje vast. En tada, zo maak je dus een schattig bloemetje embellishments van stof en een knoopje. En zo kan je ze natuurlijk allemaal maken. Dan gaan we nou verder met het kleuren van de woedveneer. Ik leg mijn blad even opzij om niet onnodig daarop te gaan zitten knoeien. En ik doe dat gewoon met waterverf, waarom ook niet? Tuurlijk, het kan met acrylverf, Neo Colors, Tombow Markers, weet ik het. Ik denk dat je alles kan gebruiken qua medium. Op je woedveneer. Maar ik kies ervoor om het met waterverf te doen. Gewoon ook om te kijken hoe ziet het eruit. En ik vind het effect ook echt heel erg leuk. Omdat je echt wel ziet dat het waterverf is wat je erop smeert. Je ziet namelijk heel goed er doorheen dat het hout is. En dat vind ik grappig om te zien. Je kan natuurlijk de lichte kleuren groen gebruiken. Je kan het een klein beetje combineren met donkergroen. Kijk maar even wat je doet. Maar zo kleur ik dus even het woedveneer in. Zo, de blaadjes zijn gekleurd. Ondertussen zijn de embellishments ook allemaal gemaakt. Zie je dat? Allemaal knoopjes, stofjes, allemaal aan elkaar geborduurd. Heerlijk vind ik dat eruit zien. En als ik met stof werk, dan plak ik dat altijd vast met het gel medium. Nu zie je links op mijn bureau een enorme pot staan van Amsterdam. Die is natuurlijk veel te groot. Die ga je natuurlijk niet kopen als je het maar af en toe gebruikt. Ik gebruik ook heel graag gel medium van Liquitex Amsterdam. Je kan ook gewoon Mod Podge gebruiken. Dat kan je volgens mij ook gewoon bij de Action kopen. Zoals je ziet smeer ik eerst een laagje onder het bloemetje, onder de stof. En daarna smeer ik een laagje eroverheen. Kijk, en het knoopje ontzie ik, want die zit natuurlijk al gewoon vastgemaakt met borduurgaren. En zo kijk ik even, nou, hoe vind ik die compositie ook weer leuk? Hoe vind ik het leuk om het bloemetje te laten zien? Zie je, eerst even gel medium eronder smeren en daarna plak je het bloemetje vast. Let op, met gel medium gebruik een oud kwastje. Want ook al gebruik je een goed kwastje, ook al was je het heel goed uit, spoel je hem heel goed uit, er blijven altijd lijmresten achter in die haartjes. Dat is nu eenmaal zo. En ik denk dat jij het niet zo leuk vindt als je gaat verven en je kwast verft niet meer zo heel lekker. Dus tip van Flip, gebruik een oude kwast die je altijd alleen maar voor het lijmen gebruikt. Dit is gewoon mijn gel medium kwastje. En daarna spoel ik hem even goed uit, want als je dat niet doet, dan droogt het op en dan wordt het knoerd hard. Maar het is wel echt een kwastje die ik alleen daarvoor gebruik en dus niet om mee te verven. Nu zat ik te twijfelen, nu doe ik wel met gel medium daar, maar doe ik het knoopje daar? Nee, ik vind hem eigenlijk daar beneden leuker. Prima, laat ik dat andere opdrogen en plak ik hem eronder. Want het leuke met gel medium is, het droogt transparant op. En je hebt gloss en je hebt mat. Ik gebruik altijd het liefste mat, want ik vind dat glimmende gewoon niet zo mooi. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk, dus kijk even welke je het liefste gebruikt. Maar doordat ik mat heb gebruikt en ik heb nu boven wat gesmeerd wat ik niet ga gebruiken, hè, ik plak daar niks op, maakt het helemaal niks uit, want dat zie je dus bijna niet. De woedveneer, dat plak ik weer vast met tacky glue. Dat is een soort all-use lijm, alle soorten, alle, ja, hoe zeg je dat, lijm waar je alles mee kan plakken. En daarmee plak ik deze blaadjes vast. Die zijn natuurlijk helemaal netjes opgedroogd. Ik ga eerst even kijken, oh, hoe wil ik het ook alweer neerleggen. En daarna pak ik mijn tacky glue en plak ik het allemaal vast.
En daarna besluit ik om toch nog wat extra waterverf toe te voegen aan dat turquoise groenachtige achtergrondje. Want dan krijg je nog weer meer dimensie. Zie je dat? Als je nog weer een laag toevoegt aan je waterverf, dan wordt het nog meer een soort 3D-achtig. En ik wilde toch nog wat extra druppels laten vallen. Dus ik voeg nog ook wat extra water toe. Dus niet alleen mijn waterverf, maar ook nog wat extra water. En je kan er ook nog even op sprayen als je zo'n klein waterfles spray dingetje hebt. Ik voeg gewoon genoeg met mijn kwast toe. Ik schud het naar beneden. En kijk, hij vloog een beetje te ver naar links naar mijn zin. Ik tik tegen de zijkant aan. Hier links denk ik, die vind ik niet zo heel fijn. Dus ik veeg hem gewoon weg, want het is waterverf. Dat kan. Als het nat is, kan je het gewoon met je hand. Of je doet het met keukenrol. Gaat misschien makkelijker. Dep je het gewoon even zo op. Maar ik dacht hier, ik wil toch dat dat druppeltje wat meer recht naar beneden gaat. En niet zo helemaal naar links een zwenkie maakt. Dus nu probeer ik mijn papier echt wel een beetje opzij te tikken. Om het te laten zakken. Ondertussen valt er gelijk een blaadje af. Nou, die heeft niet helemaal goed vastgeplakt gezeten. Ik heb niet lang genoeg gewacht, mensen. Dat is het natuurlijk wel zo met dingen als tacky glue of andere soorten lijm. Dat duurt natuurlijk allemaal wat langer voordat het droog is. Ga je vervolgens ook nog met water zitten harnessen. Ja, dan schiet het natuurlijk helemaal niet op. Nou, we hebben nu de achtergrond nagemaakt zoals de foto was. Maar het kan zeker nog wel wat kleur gebruiken. Ik ga een wat grotere kwast pakken, want ik ga nu een van mijn favoriete onderdelen doen. En je raadt het al, of je raadt het niet. Ben benieuwd of je het weet. Ja hoor, splashjes. Heerlijk, kijk dan. Dan komt voor mijn gevoel die pagina echt zoveel meer tot leven. Gewoon een grotere kwast pakken, mengen met waterverf en daarna gewoon tikken erop. En dan nu mijn allerwelbekende titel. Play in dit geval, want het ging erover give yourself permission to play. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn tagline. En ik schrijf dat altijd heel erg graag met de hand. Ik gebruik een waterverfpotlood. Deze is van Rapapa. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, dan weet hij ook weer. Bruinzeel natuurlijk. Gewoon een zwarte waterverfpotlood. Kan je waarschijnlijk ook gewoon loskopen. En ik wil dit keer zo schuin mogelijk schrijven, zodat het woord zo lang gerekt mogelijk op mijn pagina gaat. Daarna ga ik met deze zwarte waterverfpotlood heel goed de letters nog eens even heel goed inkleuren, zodat de lijnen wat dikker worden. En daarna ga ik met een kwastje er nog langs en daarna knip ik het woord op. Knip ik het woord uit. En dan plak ik hem natuurlijk op mijn Artjournal-pagina. En dit ga ik allemaal enorm versnellen, want anders denken jullie, halleluja, waar zit ik naar te kijken? Dus met een waterverfpotlood de letters zo dik en mooi mogelijk maken. Daarna met een dun kwastje met alleen maar water het waterverf van het potlood eigenlijk activeren. Daarna uitknippen. En opplakken. En zo heb ik dus de titel uitgeknipt voor mijn Arduino-pagina Play. Dat is natuurlijk een superleuke reminder voor allemaal om te bedenken, hey, ik zou wat meer moeten spelen. Ik wil nog wat met deze stempels doen, daar moet ik nog even over nadenken. En ik zit me toch nog steeds niet lekker dat groen, er klopt iets nog niet. Ik ga nog even wat splashjes doen, dan haal ik gewoon het tuutje eruit. Vervolgens duurt het me te lang om dat met dat kleine dingetje te doen. Dus ik pak gewoon een waterverfkwast en ik doop rechtstreeks in dit flesje sprayinkt. Want dat tuutje, hij spuit zeg maar niet meer zo goed, dat spuitmondje. Dus ik denk gewoon, nou, dan ga ik het toch gewoon met mijn kwast een beetje bewerken. Kijk, als het niet linksom kan, dan gaan we toch gewoon rechtsom. En ik vind het dus leuk om nog wat extra splashjes toe te voegen. En misschien wil ik het nog wel een beetje laten druppelen ook. Dus ik zet het flesje opzij. Super link, want de dop zit er niet op. En ik tik weer even met mijn pagina op mijn bureau. En kijk, nou heb ik aan de linkerkant ook de splashes die ik daar nog zo graag wilde over de vlinder heen. Ondertussen heb ik in mijn linkerhand een oil pastel. Dat zijn echt hele vettige krijtjes. Deze is van Portfolio. En daarmee ga ik de randen een beetje bewerken.
Want anders heb ik toch op de een of andere manier het idee dat de pagina niet helemaal klopt. Dus ik pak oilpastels en daarmee wrijf ik de randen eigenlijk in met het krijtje. En daarna ga ik met mijn hand, met mijn vinger er nog even overheen. Ik pak ook nog een iets donkere groenige kleur. Maar die doe ik niet de hele rand. Dus die doe ik maar op een paar plekjes om een klein beetje detail aan te brengen met de donkergroene oilpastel. Dit kan je trouwens ook doen met Neocolors als je die hebt. Die activeer je natuurlijk een beetje met water. Dat lukt misschien minder goed met je vinger. Maar als je echt oilpastels hebt, ja, dan kan het perfect. Dat uitsmeren met je vinger vind ik stiekem hartstikke leuk om te doen. Want dan krijgen we weer vieze handen. Nou, de titel wil ik ongeveer daar hebben. En dat ga ik met van die glue dots. Je ziet, deze probeer ik hier los te maken. Die ga ik aan de titel plakken. En af en toe moet je het ook doorknippen, omdat de glue dots te groot zijn. Dan draai ik het om en dan plak ik de titel op. Nou, hoppatee, de titel is opgeplakt en doordat je die glue dots gebruikt, kan je het perfect over alles heen plakken. Die dingen die plakken als een malle, dus dat is echt super fijn. Dan pak je je inkt erbij. Ik gebruik het liefst Stazon inkt, omdat dat heel snel droog is. En ik leg mijn alfabet stempeltjes altijd op alfabet, zodat ik het heel makkelijk de letters kan pakken. En ik ga stempelen, I give myself permission to play. En ik begin dus onderaan, omdat ik wel uit wil komen. Dus het woord wat het dichtst bij play komt, to play, die zet ik eronder. En zo werk ik eigenlijk van onder naar boven. Begrijp je wat ik bedoel? Dus nu ga ik permission stempelen. En daarna weer het woord wat daarboven hoort. En de art journal pagina wordt al helemaal lekker vol, maar ik miste toch nog wat. En dat was een stencil met lekkere dikke modeling paste. Mijn favoriet is absoluut de modeling paste van Liquitex, want dat is echt een hele dikke crème. En van modeling paste vind ik toch echt wel een heel groot verschil welk merk je gebruikt. Sommige zijn echt gewoon eigenlijk naar mijn idee veel te dun en bijna geen modeling paste te noemen. Je ziet, ik gebruik het stencil niet in zijn geheel. Ik wil alleen een aantal details aanbrengen in mijn art journal pagina. Het hoeft voor mij niet het hele gezichtje te worden. Het gaat mij juist om het detail. Het zijn natuurlijk allemaal scribbles, woorden, zeg maar, wel in de vorm van het meisje. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat mij alleen om die woorden. Dus ik pak elke keer mijn stencil op. Ik voeg wat toe en daarna voeg ik wat modeling paste toe, moet ik zeggen. En dan haal ik het stencil weer eraf en dan denk ik, hey, kijk, ik heb op allerlei verschillende plekken toch een stukje modeling paste toegevoegd en ik ben tevreden. Eén tip van Flip, spoel je stencil daarna gelijk even goed af met water en sowieso ook je mes. Wat ik overhoud, smeer ik altijd gewoon terug in de pot. Mij maakt het namelijk ook niet uit of mijn modeling paste kraakhelder wit is. Dat boeit me echt vrij weinig. Dus als er wat verf of kleur van de vorige keer in zit, wat op dat mes is blijven hangen, helemaal prima. Ben je wel een beetje meer Pietje precies, dan snap ik dat je het vervelend vindt. Nou, dit is nog een ander leuk detail. Pak de datum. Ik heb zo'n simpele datumstempel. Deze komt volgens mij gewoon bij de boekhandel vandaan. Die modeling paste is natuurlijk nog nat, dus daar kan ik niet echt overheen. Maar ik ga de stempel gewoon meerdere keren herhalen. Dus niet één keer, maar gewoon van boven naar beneden een datum stempelen. Dat is al een heel erg leuk effect, al zeg ik het zelf. En toch denk ik nu, er mist nog iets, er mist nog iets, er mist nog iets. Ik zit al te bedenken, oh kijk dan, ik vind dit zo yummy, dit soort dingen maken. Hier word ik gewoon echt gelukkig van. Maar toch dacht ik, ik mis wat. En natuurlijk, wat mis ik? Roze. Lekker veel roze. Er zit veel te weinig roze in naar mijn zin. Ik zie nog een te grote witte ruimte. Sommige mensen vinden dat fijn. Ik denk alleen maar opvullen die handel.
Dus ik pak weer een wat grotere kwast. Ik pak lekker veel roze waterverf. En je moet ook voldoende water pakken. Wil je deze splashjes kunnen maken? Zoals je ziet, tik ik simpelweg met mijn rechterwijsvinger op mijn kwast. En daarmee maak ik de splashjes en probeer ik dat er ook wat waterverf naar beneden druppelt. Zie je dat? Ik stamp wat op mijn onderligger. En ik voeg nu met de kwast wat water toe en daarmee forceer ik eigenlijk de waterverf om ook naar beneden te druppelen. En ja, het gaat over de blaadjes heen en het gaat over de stof heen. Ik vind dat helemaal geweldig. Ik hou namelijk niet zo van netjes. Ik vind het fijn als het een beetje rommelig en een beetje slordig wordt. Dus ik voeg lekker nog wat splashjes van waterverf toe. En daarmee is zo'n beetje deze pagina wel af aan het worden. Ik ben zo benieuwd wat jij van deze video vond. Of je het idee van, hey, ik heb een foto, ik maak daarna een schets en op basis daarvan ga ik een art journal pagina maken. Ik ben benieuwd of dat jou gaat helpen. Mocht je behoefte hebben aan meer inspiratie, mocht je denken, hey, ik wil daar ook op die manier mee gaan werken. Ik ben zo benieuwd of dit jou helpt om gewoon eens buiten te lopen, te wandelen en te denken, hey, deze foto, die ga ik omzetten tot schets. En daarna ga ik freestyle gewoon een pagina maken. Dus super leuk dat je gekeken hebt. Ik laat nu nog wat foto's zien hoe de art journal pagina uiteindelijk geworden is. En op het laatst zal ik ook nog even de foto toevoegen van de inspiratiefoto en de schets natuurlijk die ik gebruikt heb. En sowieso, ik heb ook een blogpost gemaakt, dus daar kan je ook nog even kijken hoe ik het verder allemaal gedaan heb. Nou, onwijs bedankt voor het kijken en super lief als je een reactie achterlaat. Toedeledokie!